Hanna, je moet opstaan. Je moet naar school. Hup, uit de veren. Mama, ik hoef vandaag niet naar school. Ben je dat al vergeten? Ik ga toch met papa mee naar zijn werk? Oh ja, dat is waar. Nou, dan mag je nog even blijven liggen natuurlijk. Ik kom zo wel even bij je langs. Oh, mama, ik wil niet. Ik wil niet naar het kinderdagverblijf. En Hanna, die mag wel blijven leren. Moet ze niet opstaan? Nee, Hanna, die gaat met papa mee naar het werk. Hup, moet ze werken? Nee, ze heeft een snipperdag. Oh, ik wil ook een snipperdag. Toch, dat mag toch wel? Nee, Julian, dat mag wel als je naar school gaat. Oh, ik heb er echt zin in, papa. Vandaag ga ik mee naar je werk. Ja, we kunnen ook wel gelijk gaan, denk ik. Nou, ik ben benieuwd wat je gaat leren vandaag. Misschien gebeurt er wel wat. Ja, ik denk dat er vast veel gebeurt bij de brandweer. Nou, niet zoveel, maar af en toe. Ja, nou ja, af en toe wel iets interessants. En de sirenes dan? Nou ja, ja, die hoor je wel. Ja, er gebeurt wel eens wat. Doei, mam. Doei, Emma. Dag, allebei. Heb een fijne dag. En hopelijk gaat het goed vandaag. Ja, ik denk het. Maar kom, Hanna, we moeten even gaan haasten, anders komen we te laat. Nee, ik wil niet te laat komen. Dat uh, is niet zo goed. Mama? Wordt Hanna nu een brandweervrouw? Mm, ja, nou, Emma, dat zou best kunnen. Hey Martin, daar ben je al. En jij moet dan Hanna zijn. Ja, ik ben Hanna. Nou. Oké, okay. en dan ben jij vast de volgende brandweervrouw hier zo. We kunnen altijd wel ondersteuning gebruiken. Papa, hoe heet die mevrouw? Oh, sorry, ik ben Yvonne. Ik was helemaal opgewonden omdat we vandaag bezoek krijgen. Nou Hanna, ik je eens even rondleiden en Martin, je kunt je even omkleden. Ja, is goed. We zien elkaar zo weer. Nou Hanna, kijk daar is die brandweerwagen. Oh ja, ik zie het. Ik ga mee met Yvonne. Zo, dat is groot. Het zag er helemaal niet zo groot uit van buiten. Ja, die is echt gigantisch. Heb je er al eens in eentje gezeten? Nee, kan dat? Ja, natuurlijk. Ik zal eens eventjes een stukje teruglopen. Oh, dat is interessant. Wat is dit allemaal hiervan? Nou, hier zitten allemaal knopjes. Hier heb je bijvoorbeeld die voor de sirene. Wie die horen? Oh ja, volgens mij is die wel heel luid. Oeh. Hé, hey, dat geluid ken ik! Ja, dat klopt. Het is ook eigenlijk hier zo niet zo heel erg luid. Van buiten hoor je het veel harder. Nou, hier zijn we dan. Hé, hey, papa, kijk eens waar ik zit. Hé, hey, ja, daar zit ik normaal gesproken, Hanna. Ja, ik zal nog eventjes de sirene laten zien. Dat wilde ik doen. We gaan zo meteen wel ergens naartoe. En is het leuk, Hanna? Ja, het is heel leuk en spannend. Echt groot. Kom, ik zal de rest laten zien. Eh, uh, pap, waar zijn we nu? Wat doe jij? Uh, nou, volgens mij is dat de computerpap. Ja, dat is een heel goed idee, Hanna. Maar dit is een centrale. En hier komen dan alle oproepen binnen. Dus als iemand dan belt, dan kunnen we hier zo antwoorden. En hier zit David. Hoi David, wat doe je hier precies? Um, kom, ik zal het je laten zien. En kun je iets herkennen, Hanna? Hm, het ziet eruit als een landkaart. Ja, nou dat is ongeveer juist. Het is een plattegrond van de stad. En dan kunnen we zien waar dan het belletje vandaan komt. Dus als er bijvoorbeeld twee of drie keer een telefoontje wordt gepleegd, dan moeten we ja, toch bepalen waar we naartoe gaan als eerste. En dan moeten we misschien nog een andere brandweerpost bellen. Ja, nou, dat ziet er wel uit als een spannend beroep. Ja, toch wel. Het is wel leuk. En um, David, hoeveel dingen moeten jullie dan doen? Nou, soms is er niks te doen en dan zitten we hier alleen maar, bij de brandweer. Maar soms dan uh, moeten we wel naar vijf of zes of zeven verschillende plekken. En daarboven, is dat een bed? Ja, dat is een bed. Uh, woon je hier? Nee, 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 natuurlijk niet. Ik woon hier niet. Maar soms moeten we s'nachts hier werken. Ken je dat niet van je vader? Die moet soms ook wel een nachtshift draaien. Papa, heb je ook een bed? Uh, ja, maar die is in de kelder, hè? Oh, dat zijn helmen. Ja, die verzamelen we hier. Als we ze niet opzetten, dan kunnen ze hier bijvoorbeeld hangen als ze misschien nat zijn geworden bij het blussen. Mag ik er eentje op doen? Natuurlijk. Maar ze zijn wel een beetje groot. Nou, Hanna, je ziet er hartstikke goed uit met die brandweerhelm. Papa, kun je misschien een foto maken van mij? Dat zou ik echt leuk vinden. Dan neem ik hem mee naar school. Ja, natuurlijk. Zo, Hanna, nu zou ik nog iets. Anders laten zien iets heel cools. En daarom kom ik graag naar mijn werk. Maar wacht, pap. Poeh, ik krijg niet genoeg lucht meer hier onder de helm. Mag ik hem afdoen? Ja, natuurlijk. Geen probleem. Hoe houd je dat uit elke dag? Nou, Hanna, wat vind je ervan? Wow, kun je hier naar beneden glijden? Ja, en dat is hier ook belangrijk. Jullie hebben het misschien ook wel in hun speeltuin. Ja, wij hebben er niet eentje in het rood en ook niet zo groot, maar het lijkt er wel een beetje op. Wil je er vanaf? Ik weet niet of ik durf. Allemaal komen, allemaal komen. Een nieuwe melding. Allemaal komen. Oh, horen jullie dan? Oh, we moeten gaan. Nou, haast je. Oké, okay, Hanna, aan de kant. We moeten nu gaan. Ik zie je later weer. Ja, dit is dus een echte oproep. Je kan niet meegaan, maar je kunt hier natuurlijk blijven. Is dat goed? Het was superleuk. We zijn zometeen weer terug. Nou ja, als ze allemaal weg zijn, dan kan ik ook wel even.